Ik ben Vincent de Boer, ik ben 35 jaar en als gevolg van een snowboardongeval heb ik een hersenbeschadiging opgelopen. Mijn geheugen laat me in de steek. Ik ben met alles ben ik echt hulpbehoevend van anderen. Iedereen moet me eigenlijk dagelijks helpen om mijn dag goed te laten verlopen. Het is voor mij heel erg moeilijk om op een afspraak te komen. Ik stap regelmatig als ik de tram in ga, de verkeerde tram in, op de verkeerde kant van het perron, de verkeerde richting op. En ja, daar kom ik dan pas na een kwartier achter dat het helemaal mis is. Soms word ik er moedeloos van en verdrietig. Ik wilde heel graag via psychiatrische verpleegkunde niveau 4 wilde ik randgroeperingsjongeren wegwijs maken via sport en spel. Maar door mijn ongeval is het gewoon niet meer mogelijk om studies te gaan doen. Ik wil heel graag aan het werk om gewoon deel uit te maken van de maatschappij weer. En om trots te laten voelen dat ik een toekomst kan opbouwen. En niet alleen maar achter het raam zitten de seizoenen voorbij zien komen. In Nederland zijn duizenden jongeren zoals Vincent op zoek naar werk. En aan middelen om te kunnen gaan werken. De werkapp is bedoeld om jongeren de hele dag door instructies te geven over wat ze moeten doen. Zowel bij het openbaar vervoer, welke tram moet ik pakken, 11 of 20. Waar moet ik instappen, waar moet ik uitstappen, waar moet ik naartoe lopen. De app zorgt ervoor dat ze continu instructies krijgen. Middels een oortje, middels een aansluiting op de iPhone. De iPhone staat geschakeld met de iPad, die zijn continu samen in contact. En zij krijgen een op maat gemaakt product, want niet iedereen heeft dezelfde behoeftes. Ik hoop dat die werkapp me mijn zelfstandigheid teruggeeft. En dat die app ook andere mensen kan helpen om hun zelfstandigheid terug te geven. Ik zit nu, denk ik, 6,5 jaar zit ik thuis met de gedachte, met een heleboel therapieën die me allemaal heel goed op weg proberen te helpen, maar het gewoon niet lukt. In de toekomst zullen de bezuinigingen zo een beslag krijgen. Zal er minder begeleidingsgeld beschikbaar komen voor mensen. Zullen er ook minder mensen zijn die het coachingswerk voor mensen met een beperking op zullen gaan pakken. Dus we zullen moeten werken aan technologische oplossingen. Ik heb een heleboel mensen om me heen die me altijd willen helpen, die altijd voor me klaarstaan. Maar voor mezelf wil ik gewoon onafhankelijk zijn en dat ik kan laten zien dat ik het wel kan.